om hier naar voren te komen, Hans Marten. Goedemorgen allemaal. Ik zeg tegen jullie, ga jullie lekker afgeven. Zoals jullie weten hebben we met de jurk van de Harmonie met de Paarse paastol verkocht. En normaal doen we oliebollen, dat gebruiken we voor onszelf. We doen hout ijzer, dat doen we voor onszelf. Maar nu hebben we besloten om deze opbrengst te gebruiken voor aanschaf van nieuwe bakken. Dus daarom zou ik graag de voorzitter van de vereniging naar voren willen hebben. Dit hebben we in samenwerking gedaan met bakkerij Van Kool. We zijn tot een heel mooi bedrag gekomen. We mag er ook bij doen wel. We hebben een bedrag van 800 euro opgehaald. Dat betekent dus twee nieuwe bakken. Alsjeblieft. Mensen, dat is een, een klap. Dat dit nou vanochtend hier zo aan ons wordt overhandigd. We wisten dat er heel veel gedaan werd en dat het jeugd ook heel actief was om dit te doen. Geresulteerd heeft in twee nieuwe uniformen, is natuurlijk een fantastisch resultaat. Kinderen, ik moet zeggen jeugd, want het is vooral de jeugdvraag die dit gedaan heeft. Jeugd, heel, heel hartelijk dank. En ik, uiteraard ook alle dank die hier aan bijgedragen om een paastel bij ons af te nemen. Er komen nog meer acties het komend jaar, want er moet nog heel veel gebeuren. Dus ik hoop dat u ons zult blijven steunen om het resultaat wat we per 1 januari 2016 willen laten zien, om dat ook daar gestalte te kunnen geven. Mensen, alvast heel bedankt en ik hoop dat we elkaar komend jaar nog heel vaak zullen zien. Bedankt. Hartelijk dank voor deze mooie verrassing. En dat betekent dat we volgend jaar de Harmony, denk ik, haast wel in het nieuw kunnen gaan aanschouwen. En ik denk dat we na deze verrassing ook wel enige muzikale klanken van de 99-jarige Harmony Sicilia mogen verwachten. Thank you.